Let's go. Nou Joop. Ja. We staan hier bij Van Damme. Ja. Dat is de held van België. Ja. En dat is een derde rangs filmacteur. Ja. En die spreekt zeer tot verbeelding vanwege de mannelijkheid. Ja. En jij overdrijft daarmee. Dat doe ik inderdaad. Maar tegelijkertijd, de man speelt een rol. En wie speelt uiteindelijk in de kunst geen rol. Maar daar gaat het een beetje om. Het is een beetje... ik verander hem een soort van een andere persoonlijkheid. Ik geef hem wat cadeautjes. Het is een werk samen met Jos. Het is uit een boek van Jos, met Jos' handtekening. Die leuter zo. Dus daar is dat heb ik een beetje afgeplakt. Ik vind seksueel, dat wordt heel erg overdreven. Dus ik heb hem een beetje afgeplakt. En toch maakt het daardoor eigenlijk het silhouet van de leuter groter. Dat is ook waar. Ja, dat is ook waar. Ja, dus je maakt dat hem eigenlijk een beetje kansloos, die Van Damme. Nou, kansloos. Je maakt hem een beetje ridicul. Nee, want het is niet meer Van Damme. Ja. Nee, want dat zou ik niet doen. Het wordt losgezongen, zeg maar. Het is gewoon een poster van een filmster. Hij is altijd de held die de boef volgens mij een knal voor zijn kop geeft. Hij is de uitsmijter, hè? Hij staat hier ook als uitsmijter, hè? Ja. Hij is de uitsmijter, zo van geen kunstjes met mij. Huppakee. Anders trap ik je eruit. Seks is ook een spel. Weet je, het is ook een spel met regels en met grenzen. En we overtreden misschien die grenzen. Er zijn grensrechters en er is een paus die er wat van vindt. Maar eigenlijk heb ik vaak het gevoel dat mensen kunnen dat allemaal eigenlijk wel met elkaar regelen en regelen dat natuurlijk ook duidelijk met elkaar. Ik lees de laatste tijd over voetballers. Ja, we hebben nog niet een openlijk homoseksuele voetballer in Nederland. En dan denk ik, maak je daar niet zo druk over. Het gaat over links en rechts, hè? En het veld is dat ook. Hè? De ene ploeg die speelt tegen de andere ploeg en samen maken ze een wedstrijd van. Dat gaat eigenlijk over dat feest. Ja. En dat is ook het mannelijke en het vrouwelijke, of voor mij voor twee mannen of twee vrouwen, whatever, weet je wel. Maar dus het gaat constant eigenlijk over dat samenvoegen, die verandering, weet je wel. Dat zijn de, en dan zeg ik ook, die nietjes die ik gebruik, dat is mijn genietwerk, weet je wel. Dus het genieten, dat is iets wat ik ook met ander werk doe. Dus duidelijk een soort van verbinding, maar ik laat het ook weer los. Maar het is geen wedstrijd tussen jou en Jos geworden? Nee. Ik denk dat Jos het op een gegeven moment voorgesteld had of er een winnaar was. Maar op die manier hebben we niet met elkaar. We hebben echt samen gewerkt. En samen, sterk, samen bij elkaar. Dat is het idee. We hebben inderdaad gekozen voor gezamenlijk werk en we hebben gekozen voor apart werk. En dan is het werk van Jos is het uitgangspunt en mijn werk... Ja, dat is daar ook bij. Ik vind het een mooi ding. Het is een soort zelfportret als ei eigenlijk. Het is inderdaad zo. Het zijn een enorme hoeveelheid lagen. En die lagen die maken gewoon dat licht aanwezig is. En de behoefte om geliefd heb te worden, bemind te worden, maar ook gewoon de liefde van de moeder, liefde van de mens. Is heel erg is dan op een gegeven moment wordt heel acuut. En dat is dan plaats je dat buiten jezelf en je kijkt naar andere mensen en dan zie je dat ze eigenlijk allemaal die behoefte hebben om genegenheid, om liefde te ontvangen. En waarom doen we dat dan zo weinig? En het is helemaal niet zo heel moeilijk. Een van de dingen die ik heel erg graag wil, als ik kijk naar het werk van Mondriaan, Mondriaanse werk is in principe. Is dit, weet je wel, Mondriaanse werk is voegen en eigenlijk wat ik wilde de luiken van Mondriaan opengooien en dat het werk naar je toe komt. Dus een soort van, perspectief is meestal naar achteren, maar ik wil dat het naar voren komt. En dat is wat ik probeer met de kleurencombinatie, dat het soort transpireert, dat je in en uit kan zoomen. Precies. Een zwarte Madonna. Inderdaad, en haar buik is een vijver waar wij... Als visjes in zwemmen. Waar het leven ontstaat. Waar het leven ontstaat, inderdaad. Ja, maar dan beginnen we natuurlijk met een soort van filosofie. Hè? En dat hoeft van mij ook niet. Weet je? Dat is een van de dingen die ik
Waar ik me steeds op betrapte, ik denk, ik moet ze vertellen hoe het in elkaar zit. En ik denk, nee, dat ze moeten het zelf ontdekken. Dat ja. Zullen we even kijken naar Jostijn, die aftal groot was? Ja. Die doet heel veel met collages. Hè? Die geeft eigenlijk onderdelen van karakters weer. Ja. Bijvoorbeeld door de voeten te vergroten hier. Hè? Ja. Of daar door een belachelijke opstelling te maken van de manager van een elftal. Ja. De zorgzame, de onzichtbare, de man die denkt aan seks terwijl hij gewoon zijn werk staat te doen. Wat ik eigenlijk van Jos overneem en waar ik om bewonder, is gewoon de simpelheid. Hij citeert vanuit een soort ervaring en humor en past dat, laat dat gewoon zien. En dat is eigenlijk, ik weet niet, op een gegeven moment schijnt er in onze briefwisseling zo van, als Joop een voetbalelftal ziet, dan denkt hij aan netkousen. Maar het is natuurlijk Jos die de netkousen bij de voetballer ziet en de rare benen en het hele gebeuren. En Joop die ziet een voetballer als een voetballer. Die kan eigenlijk gewoon, de werkelijkheid is gewoon dat alles wat je ziet. Dat is. En, maar een kunstenaar die verdraait, die manipuleert, die maakt daar een spel van. Die zet de toeschouwer op een, weet je, het publiek op een ander been en probeert daardoor, wat eigenlijk ik ook probeer, om dat speelveld, die ruimte, te benadrukken. Dus je wordt even uit je eigen werkelijkheid gehaald om dan een soort lucht en ruimte te kunnen beleven voor jezelf.